Hallo dames en heren en meisjes en wat nog meer meekijkt. Mijn naam is Niek en dit is weer een nieuwe aflevering van The Legend of Zelda. In de vorige aflevering hebben wij de resterende schatten uit de bovenwereld gehaald, waaronder dit prachtige zwaardje. We hebben nu de derde zwaard en het machtigste zwaard dat we kunnen hebben en... Ik kan je zeggen... Dat zullen we in de volgende kerker ook wel daadwerkelijk nodig hebben. En dat is een... Potion shop volgens mij... Nee, volgens mij niet. Wel... Ik heb een potion nodig, denk ik. Nee, het is geen potion shop. Wat jammer. Dan laat maar. Gaan we door naar de volgende kerker. Volgens mij kan ik wel een potion gebruiken, want... Ach ja. Hoe? Niet tegen de rots aanlopen. En het is nu... Oh, in de volgende vorige kerker hebben we ook die ladder gekregen. Kunnen we nu heel makkelijk over de rivieren heen stappen. En in de vorige kerker kregen we ook een hint. Deze hint zei... Dat we achter de waterval een geheim kon... Ah, Ferry! Ja! Oh, die had ik net nodig. Achter de waterval konden we een geheim vinden. Nou, dat is dit dus. Een vrouw waarbij je geld mag betalen, roepjes mag betalen, om een hint te krijgen om verder te gaan. Kan je alvast zeggen? 5 en 10 zegt hij dat het niet genoeg is. Je moet haar 20 roepjes betalen. En als je 20, krijg je dit. Go up the mountain ahead. Dat is niet helemaal waar. En... Oh, telefoon! Oké. Nou, de hint slaat op dit gedeelte. Dit zijn de Lost Hills, of de verloren heuvels. Als ik hier naar rechts ga, maar ook naar boven en onder, kom ik op hetzelfde gedeelte uit. De hint zei dat ik 2 keer omhoog moest gaan. Dat is niet helemaal correct. Eigenlijk moet je nog een derde keer en ook nog een vierde keer omhoog gaan. En dan komen we bij de vijfde kerker uit. Deze level 5 heeft 2 ingangen. Eén ingang zie je voor je en de andere ingang is deze geheime ingang hier rechts. Welke ik ook inga, het heeft geen enige invloed, want je komt op dezelfde plek uit met dezelfde dingen en op dezelfde manier moet je spelen. Dus dat, dat heeft echt weinig zin om ook maar die geheime doorgang te nemen. Hier hebben we een nieuwe vijand. Je kan die vijand proberen te verslaan met... Pulse Voice proberen te verslaan met... Auw! Met een zwaard, maar dan moet je zelfs met het magische zwaard nog ontzettend veel raken. Pijlen kunnen ze verslaan in 1 keer en dank u wel voor het hartje. En zoals je ziet gaan pijlen ook door, waardoor je dus zelfs meerdere tegelijkertijd kunt verslaan. Dus Pulse Voice, zeker een goed idee om die met pijlen te verslaan. Hierboven kan ik een bom neerleggen, maar in deze kerker wil ik mijn bommen enigszins bewaren. Want je hebt ze toch wel in nodig, of ik zal ze nodig hebben in ieder geval. Je hebt ze niet per se nodig. En waarom zitten... Dat is nieuw. Ik heb ze nog nooit alle 3 daarboven gezien. Dat is handig. Maar goed, deze kamer kun je 3 kanten op. Je moet hier naar boven, dan ga je door naar het level. Hier opzij. Ik heb toch versleutels genoeg. Kom je een oude man tegen? Dick Dogger hates kinds of certain kinds of sounds. Dat betekent, de eindbaas van dit level vinden bepaalde geluiden niet leuk.
En dat is een hint naar wat je moet gebruiken. Ah. Zitten ze niet meer naar boven? Nou, wat je moet gebruiken om die vijanden te verslaan. Kipdo's hier zijn ontzettend makkelijk te verslaan als je de boomerang gebruikt. En ze hebben ook maar twee keer een hit nodig van je magische zwaard. Dus mijn advies bij Kipdo's, gebruik zeker je boomerang. Je boomerang is je beste vriend, vrijwel. We gaan als eerste eventjes hier opzij. Waarna we meerdere Gibdos tegenkomen. Oh. Je wilt eigenlijk niet geraakt worden door die Gibdos. Wat zei ik nou? Ik wilde niet geraakt worden door die Gibdos. En je boomerang is je beste vriend. Om ze te kunnen verlammen. En ik volg mijn eigen advies niet eens op. Ah wel. Nou, hier kunnen we weer een bom naar links leggen. En dan kunnen we weer verder. En we moeten ook wel... Ah, nee! Deze kamer nu al. Oh, jee! Dat maakt het... Oh! Ferry! Nou ja, als ik niet zo achter die ferry aan was geweest, had ik die denk ook waarschijnlijk niet nodig gehad. Oh, alsjeblieft, raak me niet. Darknuts, vooral die blauwe. Zelfs die blauwe heb je nog twee hits van je magische zwaard nodig. En de schilden die ze hebben zijn ook daadwerkelijk functioneel. Oh man, ik knijp hem altijd zo als die blauwe darknuts weer in beeld komen. Nou, je moet ze allemaal verslaan, want anders kun je deze blok niet verplaatsen. En dit blok moet je wel kunnen verplaatsen, want anders kom je hier niet door. En dit hier moet je wel doorheen, wil je überhaupt de eindbaas kunnen verslaan. Het is niet onnodig om bij de eindbaas te komen, dat zeker niet. Maar je moet wel de eindbaas verslaan. Hier heb je nu twee richtingen waar je heen kunt. Maar ik ga als eerste hier naar beneden. Als je hier in de kamer kijkt, lijkt het erop alsof ik eigenlijk een sleutel gebruikt heb om een nieuwe sleutel te krijgen. Maar niets is minder waar. Want als je hier rechts op de rechtermuur een bom legt, kun je wel raden dat daar een doorgang komt. En hier komen we weer een oude man tegen. En hij vraagt of wij meer bommen willen hebben. Ja, zeker. Ik wil meer bommen hebben. Nu kan ik 12 bommen dragen in plaats van 8. Oh, en dat voelt zoveel beter. En die heb ik straks ook wel nodig. Maar daar kom ik straks wel weer op terug. Oké, nou dat we hieronder zijn gegaan, is het tijd om hier naar links te gaan. En oh, alsjeblieft. Wat zei ik net van die darknuts? Hier zit nog een kamer vol. Oh, blijf. Oh, het... Waar? Die darknuts die doen echt zoveel schade. Het is ook handig om een bom te gebruiken bij darknuts. Maar het probleem is dat een bom lange na niet zoveel schade berokkent als je zwaard. Oh, God, welke potion heb ik eigenlijk? Daar heb ik nog niet naar gekeken. Nou. Nee. Nee. Ah, nee. Oh, dat is een potion. Ik heb een blauw potion. Waarom? Echt waar. Daarom heb ik dus zo'n hekel aan die blauwe darknet. Want ze doen zoveel schade.
Die heb ik nog weten te verslaan. Maar eigenlijk wil ik niet zoveel... Nou, draai niet om! Darknuts. Why? No. Ja, ik knijp hem altijd met die darknets. Sorry dat ik even stil was, maar... En je moet ze allemaal verslaan om deze blok te kunnen krijgen. Dit is je mini-boss in dit level. Oh. En jammer genoeg... Ja. Yeah. En dan mag ik geluk spreken dat ik hier een derde... zwaard heb, het magische zwaard. Dus ik hoef ze nog maar 2 keer te raken. Om ze te kunnen verslaan. Want anders had ik ze 4 keer moeten raken. Oh, weet je hoe moeilijk dat is? Hai. Maar nu moeten we weer terug uitgaan. De hele weg terug uit. En dan komen we ook weer door die ene kamer met... Nee! Stomme kies! En hier zit... Oh nee, niet een kamer vol darkness. Mag ik er door? Ik wil er doorheen, ik wil ze niet aanvallen. Ja! Zucht. Oh, ik had hem al geselecteerd. Kijken of ik hier nog ergens een hartje kan krijgen van die kipdoos. Want... ik heb graag vol leven. Nee, niet. Ook niet. Ah, wat jammer. Maar hier hebben we nog 3 andere kipdoos. Oké, dat was eigenlijk een beetje onnodig. Ah, hier hebben we al wel gezien hoe de kamer er enigszins uitziet, dus... het is niet echt meer nodig om... Oeh, daar had ik bijna nog meer leven kwijt. Wat leuk aan die ladder is dat die vijanden daar ook niet op kunnen komen. Of ze zullen daar nooit heen gaan. Nu... Ja, dodongo's, waarbij de eindbaas van een level een enkele dodongo is. Nu zijn 3 dodongo's hier gewoon normale vijanden. En daarom heb je ook zoveel bommen nodig hier. Je hebt 6 bommen nodig om hier doorheen te kunnen gaan. En ik mis ze continu! Wat een timing. Nou, dat is in ieder geval 1. Nou, dat is geen 2. Dat dan wel. Ja, dat is 2. En nou de laatste. Oh, gelukkig. En een ferry. En een ferry. Oh, een ferry. Ja, hier naar links gaan is eigenlijk niet nuttig. Vooral omdat ik hier onder de kamer beneden al een bom neergelegd heb om naar links te gaan. Want anders zou je hier door moeten gaan om... de kamer hier beneden terecht te komen. Maar ja... Dat had eigenlijk niet zoveel nut, want hier heb ik eigenlijk een sleutel. En ja, ik heb al zoveel sleutels over... Ik heb 6 sleutels. Ik heb al zoveel sleutels bespaard. Maar die sleutel, hier heb je wel er eentje nodig. Dus mocht je geen sleutel nodig hebben, dan kun je deze. Hier ligt de kaart. En... Nee, de kaart verbrandt niet. Maar je moet echt door deze deur zoals je ziet. Want je kunt hier niet oversteken. Zelfs het vlot werkt hier niet. En hier heb je de kaart van de salamander. Of de lizard of zoiets. Ik weet niet hoe ze daar dat beest eruit halen, maar... Ja.
hier heb ik de kaarten wel weer... Oh, ik had de kaars al. Loop niet in het vuur, want je kunt net zo goed... door je eigen vlammen geraakt worden namelijk. O jee, doen we dat voor geld? Ah, het zijn zols. Dus dat is wel... Oh! Dat was mijn verkeerde... Nou... Ik had de verkeerde voor me. Kijk, nog een leventje. Hartje. Hartje, please. Nee. Ladder is toch wel handig dat je daar zo overheen kunt lopen. Ook wel soms irritant, want als je hier staat, dan kun je in één keer eventjes dit niet meer doen. En hier dan... Het is een beetje lastig soms. Ik kan hier naar links gaan, maar dan kun je weer zien. Dan komen wij in die kamer weer terecht waar we de kaart hebben gehaald. Maar dat is dus nu hier naar boven. En wat kregen we hier boven ook alweer? Oeh, ja, die darknuts. Het zijn rode darknuts, dus dat is. Die kun je nog in één enkele verslag. Of in één enkele slag verslaan. En dankzij de ladder, als het ware, kan je hier een veilige haven krijgen. Waardoor ze jou toch niet kunnen staan, want ze komen niet over de ladder heen. En met de kompas zien we dus waar we ook weer de. Ja, Triforce kunnen verdienen. Dit gedeelte. Oh, dat is dit. We hebben hier Gibdos. En weer Pulse Voice. Interessant. Interessant iets. In de Japanse in de handleiding staat dat je Pulse Voice kunt verslaan met sterk geluid. Dat is niet de fluit! Nee, dat is eigenlijk een verkeerde vertaling, want in de Japanse Famicom zat namelijk een microfoon in. En door in de microfoon te... Dank u. Te schreeuwen, kun je de Pulse Voice verslaan. Maar... Hier, omdat er een NES zelf geen microfoon in de controller heeft zitten, gaat dat bij de NES niet op. En ze zijn in de handleiding, zijn ze dat vergeten, dat er nog in zat. Hier in de NES moet je de pijlen nog altijd gebruiken. Oh, werd ik bijna geraakt. Ik mis al een hartje, dus dat hoeft niet nog meer hartjes te worden. Ik wil eigenlijk mijn hartje terug hebben. Maar die ga ik schijnbaar niet krijgen. Nee, ik krijg alleen nog maar meer sleutels. Voor de volgende kamer misschien. Ja, daar heb ik een sleutel nodig. En hier hebben we nog meer Pulse Voice, waarbij ik de fluit niet kan gebruiken om... Ah, damn it. Kom op. Oh ja, die heb ik nou nodig. Ha! Als je op de kaart kijkt, ziet het er nou uit alsof hierboven geen kamer is. Maar als we hier een bom neerleggen, vinden we een opening. Ja, ik weet, we horen de eindbaas, je zit aan deze kant, maar we gaan eerst eens even hierheen. A secret power is said to be in the arrow. Dus een geheime kracht zit in de pijl. Nou, hij heeft het niet over deze pijl, niet de normale pijl. En hij heeft het ook niet over dit level, want ik kan die dikdogger, kun je, ja, pijlen hebben niet zoveel zin. Op Dick Dogger hebben we de fluit nodig, want dit is dan Dick Dogger. In zijn grote formaat is hij traag, maar onoverwinnelijk. Het enige irritante aan deze gast is, dat zijn deze standbeelden
die vuur schieten. Auw. Maar zodra ik de fluit speel, wordt Dick Dogger klein en een stukje sneller en kunnen we hem ook verslaan. Dus ja, zo moeilijk is die. Als ik naar boven ga, krijg ik de Strijdforce en hieronder zit eigenlijk een valkamer. En laten we die val maar eens inlopen, hè. Yay, Gyarados. Maar wij hebben onze goede vriend, de boemerang. Dus Gyarados stellen dan niet zoveel voor. Yay, en dan kunnen we ook weer bommen bij verdienen. Hoeven die niet meer te kopen. Ah, Niek! Ach ja, we krijgen dadelijk de Triforce. Dus dan zijn we weer volledig leeg. Haha! Oh man, dat gebeurt altijd zo vaak. Dat je de klok krijgt echt op het einde. Als je de laatste vijand verslaat. Maar, dan hebben we nu de Triforce. En daarmee hebben we ook level 6 level 5 gehaald. En kunnen wij doorgaan naar level 6. Wat wij dan ook in de volgende aflevering zullen doen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik hoop dat jullie ook weer terugkomen op ons avontuur naar de zesde kerker. Wat in de volgende aflevering zal zijn. Bedankt. En tot ziens. Doei!